Ni hao. Hallo, mijn naam is Walter Toch, reeds 54 jaar ben ik actief in de martial arts of de krijgskunsten en ben er ook prof in. Mijn tweede artikel gaat, of mijn belezing gaat, de balans en onbalans van yin en yang. Een zeer belangrijk thema in de zelfverdediging en ook in de healing. Ik ga dat trachten te belichten. Bijvoorbeeld in bepaalde groepen van interne stijlen doet men zo yang en yin. Het harde wordt opgevangen door het zachte. Men gaat nooit dit doen. Dat is yang met yang. En voor de Shaolin monniken bijvoorbeeld heb je dit van Sing Wei. Ja? Dat is één hand bijvoorbeeld. Ja? Dat is ook een heel verhaal uiteraard. Dat is ook yin. Ja? Maar soms is het ook zo. Yin met yin. Ja? Want al die yin samenkomt, uiteraard is er een vervolg ook in de zelfverdediging, maar de yang. Ziet? Yin laat yang op voor los te komen in de zelfdefense. Uiteraard in de zelfverdediging, bijvoorbeeld in de Tai Chi Chen of in de Bagua, of bepaalde Xingui vormen, gaat men in circulaire beweging, ja? Dat is yin, ja? Of zonder te raken van de persoon. En dan plots gaat men in yang. Ja? Dat is wel belangrijk, want als men te veel in yang gaat, is de snelheid te traag. Ja? Belangrijk is die snelheid te hebben. Ja? Daarvoor is de yin en de yang wel zeer, zeer belangrijk. Ja? Als het harde naar u toe komt, blokkeer ik het harde, een vuiststoot, met yin. Ja? En in die yin neem ik een lichte yang en van daaruit ga ik in yin yang. Dit? Er zijn vele mogelijkheden in het zelfverdedigingssysteem. Ook bijvoorbeeld in de China of de klemmen, ja, bepaalde klemmen, kan men ook in yin doen, zachte kracht, en kan men ook in yang doen. Ja, dat is wel een zeer moeilijk thema natuurlijk. Ja. Als men in yin gaat, als men zelf in de klem genomen wordt, bijvoorbeeld, ja, is het moeilijk om in yang te gaan, maar gaat gewoon in yin, in de yin-energie, voor los te komen. Anders is dat praktisch niet mogelijk als de tegenstander veel sterker is dan u. Of het is ook een manier. Maar zo kunnen we daar ook de vijf elementen in gebruiken. Bijvoorbeeld, we hebben de vijf elementen die we kennen, hè. Ik zal ze even aantonen op mijn hand. Aarde, hout, vuur, metaal en water. Dat gaat allemaal samen. In het menselijk lichaam hebben we dus ook de yin-zijde, de voorzijde, ja, en de yang-zijde. Ja? Het is ook belangrijk hier, als wij dit gebruiken, op de yin-zijde kan men in yang gaan. Ja, maar men kan ook in yin gaan. Maar in yin bijvoorbeeld, gaan bijvoorbeeld yin, simpel met dit. De yang gaat in de yin. Ziet? Dit moet men ook kunnen doen, yang in yin. Maar, uiteraard kan men ook bijvoorbeeld yang op yang. Dit kan men ook doen. Maar dit gaat men doen op zachtere gedeelte. Ja. Hier hebben we dus die mogelijkheid ook, bijvoorbeeld van hieruit, gaat ook in een leegte. Als je dat probeert, voel je die lege kracht ook. Ja? Want hier in dit geval is dat moeilijk. Ja, kijk, u hoort het ook, het is hard. Daarvoor gaan we ook op de harde kracht, bijvoorbeeld hier op de yang-zijde, gaan we ook yin gebruiken. Ja? Weer het principe, ja, die harde kracht wordt opgezogen of geabsorbeerd met yin. Dat is wel zeer, zeer belangrijk. En van daaruit kan men verder gaan op een China of een aanval. Ja? Ik heb er al verschillende thema's meegegeven ook en verschillende workshops ook. Dat zijn allemaal nieuwe onderwerpen dat ik aankleed. Ik ben ook een autodidacte wetenschapper. En dat is wel belangrijk waarom al die krijgskunsten, waarom
wat is zijn invloed? En vooral ook de metafysica daarin. Dat is belangrijk. Men gaat buiten de wetten van de fysica. Dat is wel zeer, zeer, zeer belangrijk ook. Ja? Wat wij ook hebben natuurlijk, de balans van yin en yang, is bijvoorbeeld in de healing. Maar veel mensen zijn niet in balans door het feit van stress, burn-out of bore-out. Wat gebeurt er dan? Uw immuunsysteem is geblokkeerd. En door het feit dat dit geblokkeerd is, moet die blokkade loskomen. En ideaal voor die blokkade los te maken is bijvoorbeeld de Tai Chi oefeningen, Tai Chi Chen, verschillende oefeningen die men kan doen. Ja? Zo krijg je dus weer een stroming van energie in de meridianen, in de 12 meridianen. Dat is wel belangrijk voor een balans te krijgen van yin en yang. Maar eens er een blokkade is, ja, is er een probleem. Ja? En voor veel mensen ook, ja. Mensen die eigenlijk niks doen van beweging, gewoon naar hun werk gaan en familiefeestjes of noem maar op, op gewoon het dagelijks leven, of op café gaan of noem maar op, aan feesten en vooral met die dagen ook. Je ziet dat ook bij ouder worden, deze mensen zijn eigenlijk mummies geworden en die energie zit oog. Ja? Op een gegeven moment worden ze ziek, dan gaan ze naar de dokter en ja, en dan begint het, hè. De dokter, de psycholoog, de psychiater, en zo verder en zo verder. Maar nee, ik zeg altijd ook, voor simpel uit te drukken, uw energiesysteem is leeg. Ja? Ik zie het zo als voorbeeld bijvoorbeeld, uw band is slap van uw fiets, je moet dan weer oppompen. Weer energie, dat is belangrijk. Eerst moet je dit in gang brengen, want u moet naar de oorzaak gaan. En dan pas naar de dokter. Het is soms simpel, ja, maar zonder energie kun je niet verder. Ja? Dus levensenergie uit de hemel en uit de aarde. Er is energie genoeg eigenlijk. Maar ja, wie ben ik voor dat te zeggen? Uiteindelijk, de Chinezen weten al 10.000 jaar. Deze twee elementen zijn belangrijk, dus de healing en ook de zelfverdediging. Maar ook een mentale. Veel mensen gaan soms ook in te veel yang, presteer. Je ziet dat ook genoeg, ja. En door dat presteren op een duur komen ze op een plafond, boom, en burn-out. Nee, het leven moet dus in yang gaan, maar ook in yin gaan. In yang gaan en ook in yin gaan. Zo zie je dat ook veel bij grote sporters ook, ja. Altijd presteren, op een gegeven moment, boom, blessures en noem maar op, 4, 5 en 6, ja. En ook die stress van te moeten of weet ik allemaal, allee, ja. Maar uiteindelijk is het eigenlijk simpel, je moet je eigen lichaam kennen, of iemand kennen, of een meester, die daar kan op wijzen. Ah, ik heb al veel mensen gehad ook, bijvoorbeeld kinderen met ADHD, mensen uit de voetbalwereld, bijvoorbeeld kinderen met ADHD, die kregen dan Ritalin, die gingen dan bij de psycholoog en bij de psychiater, 4, 5 en 6, twee lessen Shaolin Kung Fu bij mij, en dat kind was weer terug normaal. Kun je dat niet voorstellen, dat die ouders zo blij waren en zeiden, amai, dat is ongelooflijk. Ja, eigenlijk, het wereldenergiesysteem moet je hand kunnen krijgen. Dat is wel belangrijk ook. En die voetballer bijvoorbeeld, ja, die moest van A naar B gaan in mijn zaal. Ja, baloefening, amai, zegt hij, dat heb ik nog nooit niet meegemaakt. Ja, natuurlijk. Ik werk met chi, mijn energie. Veel mensen werken niet met energie. Het is altijd fit, bam, power. Ja, dat is het niet eigenlijk. Hè. Eigenlijk moet je die ontspanning vinden. Dat is belangrijk. Dat is mij ook altijd gezegd in China. De ontspanning. Maar wat is ontspanning natuurlijk? Hè? Ontspanning is niet dat, dat is overspanning. Ontspanning is relax, gelijk een ijzerdraad, maar toch soepel. Ja? Fajin bijvoorbeeld, ja? Daarvoor ga ik binnenkort ook 5 workshops geven. De Fajin training en de Tai Chi Chen Basic Movement,
als schilling en als zelfverdediging. En ook de empty force die ik zou gebruiken. Empty force, wat is empty force? Ja? Dat zal een zeer, zeer goed thema worden. Dus de 2 februari begin ik daarmee. De eerste zondag en daarna de opvolgende zondagen ook. Ja? Dus iedereen welkom ook. Ja? Dat was het dan.